Maar breakdance geeft me altijd het gevoel alsof ik ergens ben, waar ik gewoon mezelf kan zijn. Maar ook gewoon alles kan doen en laten wat ik wil. Denk aan niks, denk ik alleen maar ik, mijn lichaam en muziek. En just let it go. Ik kwam in aanraking met breakdance toen mijn neef mij meenam naar een plek dat Attack heette. En de sfeer en de positiviteit die daar uitstraalde. Toen ik daar zag was ik gewoon meteen verkocht en dat wilde ik ook gelijk gaan doen. Tilburg zag vroeger uit als een breakdance stad. Je had heel veel kliks. Je had in Noord had je klik, in Zuid, in West. Als je elkaar tegenkwam, dan was gewoon gelijk battle. Of op de hoek van de straat, gewoon op stenen. Dan je gewoon 90 headspin op je hoofd. En dat was gewoon gekke werk, man. Wat je gewoon hedendaags gewoon niet ziet, was toen gewoon echt, echt rauw. Dit is de Hustle Kids trainingspad. Dit is eigenlijk waar het allemaal begon. Hier is waar we altijd alles creëren. En bedenken en doen. En zoals je ziet hebben we al heel veel aardige prijzen in de wacht gesleept. Dit is eigenlijk wel een legendarische prijs. De eerste battle dat we eigenlijk wel samen hebben gedaan. Als je verder kan kijken, hier DBC 2007 is wanneer wij de Hustle Kids formeerden. Hadden wij voor het eerste jaar DBC gewonnen. En toen kwam na 2007 kwam 2008 hadden we weer gewonnen, kwam 2009 hadden we weer hebben gewonnen, kwam weer 2010. En op een gegeven moment zeiden we van, nou is het genoeg. Ik heb momenteel wel weinig tijd voor breakdance, ze zit op een heel laag pitje. Ik ben momenteel aan het afstuderen. Als je een kleine zoon hebt van bijna 3 jaar, kost ook zoveel tijd. En daarnaast moet ik ook nog geld maken, want ja, huur moet betaald worden. Kleine moet eten, en dat is mijn prioriteit. Mijn zoon heet Keen Binda, grootste mooie boy van heel de wereld. Het is echt super om vader te zijn, want de liefde die hij mij geeft, geeft mij weer energie om alles weer te doen. Mijn papa gaat zo meteen dansen. En ja, ik ga die eens ook naar oma de Pina toe. Ja. Ja? Vandaag is Rebel BC One Cypher Holland 2013. Daar ga ik naartoe. Ik ga daar mijn boys supporten. Mijn boys Cisco, James en Shane. En we staan vandaag in de top 16. En ik neem 1 shirtje mee. Omdat ik gewoon, momenteel train ik gewoon zo weinig. Heb ik gewoon geen tijd om te trainen, ga ik daar lekker, ga ik gewoon lekker jammen. Ik had wel een goede tegenstand, ik moet eerlijk zeggen. En die laatste cijfer was echt, had ik niet verwacht. Wat heb je? 45, laat je horen voor mijn man. Nou sta ik niet achter de jongens, maar sta ik gewoon tussen de jongens te dansen en aan te moedigen. Dat is wel lekker, ja.